President Desiree Bouterse heeft vanmorgen Mirella van Dijk, Michael Blaker en Dinesh Kalpo respectievelijk beëdigd tot substituut officier van justitie, lid van de krijgsraad en landmeter. Volgens Eugène van der San, directeur van het kabinet van de president, is deze beëdiging bijzonder. Omdat de president heeft gemeend deze functionarissen van verschillende beroepsgroepen, die volgens de wet voor hun functioneren een eed moeten afleggen, samen te beëdigen. Functionarissen, met name de substituut officier meester Van Dijk en het lid van de krijgsraad majoor Blaker, zullen de eed afleggen. En de andere functionaris, namelijk de landmeter ingenieur Kalu, zal ook de eed afleggen, maar op grond van een andere wet. De substituut officier en het lid van de krijgsraad zal namelijk krachtens artikel 10 van het reglement op de inrichting en samenstelling van de Surinaamse rechterlijke macht, zoals laatstelijk gewijzigd bij SB 2009 nummer 33, de eed afleggen. Terwijl de landmeter, ingenieur Kalu, in gevolge artikel 45.2 van de wet grondregistratie en landinformatiesysteem SB 2009 nummer 149 de eed afleggen. Voor de nieuwe landmeter Kalpo was het een heel prettig moment dat hij door de president beëdigd mocht worden. Landmeter, dit geeft mij de mogelijkheid dat wat ik heb gestudeerd, ik ben geodeet van huis uit, dat ik dat ook in Suriname mag inzetten. En eigenlijk ook onze burgers die het vraagstuk zitten met grond, hoeveel grond ik heb, eigenlijk hun dienst mag zijn. Dus echt ook belangrijk Suriname te helpen karteren. Ik heb 3 jaar in West-Afrika gewerkt, diepzeepositionering gedaan. Dus het is niet alleen maar percelen meten, het is een hele context. Bedenkt u aan Google Maps. Die is een grote verzameling van informatie, geo-informatie. Geo is ook in de wereld heel hard aan het groeien. Men heeft het intussen ook onderscheiden dat het belangrijkste element is om een land te gaan ontwikkelen. Je ziet het ook dat GLIS in Suriname ook een belangrijke positie ook al inneemt. Hè. Dus geo in het algemeen, niet alleen perceeltjes meten, percelen zijn een component ervan. Dat eigenlijk een belangrijke basisinstrument is om een land ook tot ontwikkeling te brengen. Dus dat is het belangrijke. Wat ik verder wil toevoegen, waarom landmeters zo belangrijk zijn in het proces van het meten van een perceel, bij een koop, verkoop, bij een overdracht is. Dinesh Kalpo, de nieuwe landmeter van Suriname. Hij sprak vanmorgen na zijn inzwering tot landmeter. De ceremonie heeft plaatsgehad op het presidentieel paleis.